Yo, goed dat je kijkt naar deze glutenvideo van. Het is helemaal geen FIFA of wat dan ook. Nee, dat klopt, want. Ja, ik had zoiets dat ik zie met iemand anders. En ja, FIFA is sowieso nu een beetje dood. En ik wil sowieso ga ik. Als ik FIFA 22 heb in september, ga ik volop grinden. Ook in FIFA. Want ja. Alleen ik ga nu nog sowieso Warzone doen. Alleen FIFA. Ik heb ooit gehoord bij FIFA dat je dat niet elke dag moet doen. Want dat is maker doen. En dit is van ja, alle games. Alle FPS shooter games. Dus zoals Warzone. En dat zijn van die FPS shooter games. Van een beetje ja, real. Zo, en ja. Dat ga ik dus beoordelen. En ik wil even goed gaan zitten. En ja, we hebben dus gewoon. Dit is gewoon de beste master. Terwijl ja, weg. Mijn favoriet. Tot wat ik nog nooit heb gedaan. En ja, en hier staan dus ook gewoon games allemaal tussen die ik nooit heb gedaan. Maar ja, het zijn echt die oudere. Kijk, zo is deze dus. Ja, dat was dus al Wolfenstein. Heb ik nog nooit gedaan. Alleen, het leek mij wel leuk. Dus waar moet ik hem dan even opzetten? Ja, dus die zei ik dan gewoon daar nemen, maar ik heb hem nog nooit gedaan. Maar eerder, vroeger leek me dat wel leuk dat het populair was. Dus en dan, ja, dan heb je hier ook moderne waffen. Die heb ik bovenaan. Want ja, dat is gewoon de game wat ik nu doe. Wacht, is dat eigenlijk. Oké. Okay. Ja, iedereen zegt. Warzone. Maar voor mij is dit gewoon Warzone. Dit is gewoon moderne warfare. Dat is Warzone. Volgens mij, zeg maar als ik het verkeerd heb, maar voor mij is het die. Dus op Cold War. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan. Terwijl, ja. Ik ga deze denk ik even gewoon veranderen. Maar ik wil hem zo graag. Ik ga er ook gewoon voor sparen. Dus jongens, als het mag van je ouders of je bent 18 en je wil iets doneren, doe dat dan. Want dan kan ik Coldware kopen. Dan kan ik ook een ja, fijne wapens krijgen en dit en dat allemaal. Dus doe dat zeker. En dan Call of Duty. Die Black Ops 4 is dat. Ja, en die zet ik op bad, oftewel op slecht. En waarom zet ik die op slecht? Nou, ik denk dat de meesten wel snappen. Die heb ik hier ook nog in zo'n kastje. Ik heb hier namelijk een soort ja, kastje liggen voor de spellen in met een disc. Maar, wat was het dus bij deze, bij die Black Ops 4? Ja, je kon niet met andere platformen spelen. Je moest per se Xbox of PlayStation of waar je ook op speelt, je kon crossplay doen. Dat echt, doe dat niet. Want ja, dat is gewoon niet leuk. Hoe minder leuk is dat dan? En dan is een game gewoon niet populair. Dus dat vond ik daar niet echt leuk aan. Terwijl je kon niet met, ja, met andere platformen doen, alleen Xbox zelf. Dat vond ik daar gewoon minder leuk aan. Want dit is volgens mij ook dingen. Ja, eerder was het gewoon normaal deze. Dus die gaat ook wel ook best wel leuk om te doen. Dat was volgens mij die eerdere. Ja, deze heb ik nog nooit gedaan. Maar die leek me eigenlijk. Ja, Battlefield leek mij gewoon niet leuk. Ik vond er niks aan.
Dit en dat. Dus dat is, ja, die mogen daarom bij mij staan. Daar vond ik niks aan. Dit is, ja. Ja, die heb ik niet echt gespeeld, maar volgens mij was die wel goed. Volgens mij, want ik heb vroeger echt gewoon geen Call of Duty gespeeld. Ja, Black Ops 2 is hetzelfde. Nee, of wacht, is die wel? Welke Black Ops was nou wel goed? Ik weet nou even niet meer welke wel goed was. Ja, dat was, ja, 3. 3 was wel een beetje beter. Die andere mogen voor mij ook goed op slecht. Want daar was voor niks aan. Dit en dat. Deze, ja, dat leek me echt vroeger best wel leuk om te doen, alleen van Wolfenstein. Nee, ja. Die, ja, dat is ook wel fucking oud eigenlijk. Deze heb ik trouwens ook niet gespeeld. Dus dat is het een beetje. En ik dacht dat die ene game was. Ja, en die zet ik daar neer, want die heb ik niet gedaan. Want ik ben eigenlijk. Oh nee, wacht. Die heb ik wel gedaan. Alleen die zet ik daar neer. Zo, alleen. Ja, die andere heb ik dus niet gedaan, dus die zet ik daar neer. Stil even te kijken. Ik kan nog. Sommige die herken ik helemaal niet, dus ja, die ga ik gewoon ook niet beoordelen, wat ik ook al eerder zei. Ja, deze die weet ik wel, alleen dat is, ik vind daar gewoon niks aan. Sommige die vinden deze gewoon echt helemaal leuk. Maar ja, ik niet, want ja. Ja, ik vind dat ook, ja, meer op Apex Legends lijken. Dus ja. Deze lijkt me best wel tof eigenlijk. Ik alleen heb die nog nooit gedaan. Dus ja. Je Battlefield mag hier ook weer bij mij. Dus ja. Nooit gedaan en hoeven het ook niet te doen. Dat is sowieso één ding. En ik denk dat ik herken nu niet meer echt games. Even kijken wat erop stond. Kijk, want sommige die herken je gewoon niet. Ik vind het wel vreemd waarom ik deze niet herken. Dat is wel echt vreemd, alleen ja.
Dus ja, ik ga denk die ook niet echt beoordelen, want ik herken ze niet. Nee, ik ga denk gewoon hier dan de video afsluiten. In ieder geval, dit is mijn lijstje. Laat zeker weten wat jij de game vindt. Wat jouw favoriete game is, laat zeker weten. En misschien heb jij wel een heel ander lijstje. Maar ja, dit is gewoon puur om te zien. En wat ik ervan vind. Van de games. Wat dan een beetje mijn favoriete games zijn. En dan ga ik de serie voor je afsluiten. En dan, dus daarom zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Doe dat zeker even. En dan, ja, vergeet daarna ook zeker niet om op dat belletje te klikken. Want naast de abonneerknop staat als je geabonneerd bent. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd adios.